Jan Zoutman, we staan klaar voor de tweede seizoenshelft. Deze week zijn jullie teruggekeerd van het trainingskamp. Wat is de belangrijkste les geweest van het verblijf in Spanje? Nou, dat is een goede vraag. Voetbal inhoudelijk denk ik dat we allemaal beseffen dat we heel goed kunnen voetballen. Maar dat we ook bij tijd en wijle wel eens gemakzuchtig zijn. En ik denk, als je dan over een les kunt praten, dan denk ik dat dat wel bewust is geworden bij alle spelers. Dat we wel dat we prima kunnen spelen, maar dat we wel heel goed bij de les moeten blijven. En dat we niet mogen verslappen, want anders hebben we ook een ploeg die tegen bijna iedereen punten kan verspelen. Dat niet verslappen en bij de les blijven, dat geldt denk ik met name tegen een ploeg waar je vanmiddag tegen voetbalt, Jonan Boys. Nou, het geldt ook voor elke wedstrijd, maar spelers zijn net mensen, hè, die kijken ook naar de ranglijst. En die zien dat Jonan Boys een ploeg is die net boven de rode streep staat. Maar nogmaals, we hebben uitgehoven als ze verloren. Gekke wedstrijd natuurlijk door allerlei omstandigheden. We kregen twee tegendoelpunten uit omschakelmomenten. En in de eerste helft hebben we het knap lastig met ze gehad. Dat moet een waarschuwing zijn. Ik denk wel dat we die fase, dat we ons daardoor laten verrassen, dat we die wel achter de rug hebben. Maar goed, vanmiddag zul je het spel moeten maken. Zul je met kleine ruimtes van de tegenstander te maken krijgen. Ja, en dat zijn vaak best lastige wedstrijden. Je moet geduld hebben. Je moet zorgen dat je de counter van de tegenstander goed verdedigt. En je moet zelf je kansen benutten. En als je die drie onderdelen goed voor elkaar hebt, ja, dan moet je deze wedstrijd in principe winnen, vind ik. Mike van der Laar die staat in de basis, hè, omdat Tony Tol geschorst is. Wat verwacht je van Mike vanmiddag? Veel opkomen en veel voorzetten geven? Ja, maar uiteraard begint het ook bij Mike bij zijn verdedigende taak. Jonan Boys speelt meestal met twee spitsen. Nou, dat betekent dat hij, als hij opbouwt, dat hij soms door moet schuiven. En als de aanval over de andere kant gaat, dat hij rugdekking moet geven aan zijn centrum. En dat is taak nummer één voor hem. Daarnaast, op het moment dat zij met twee spitsen spelen en wij ruimte aan de zijkant krijgen, ja, dan kan Mike natuurlijk een toegevoegde waarde zijn. Net zoals Nick dat aan de linkerkant is. En die ruimte, ja, die moet je proberen te benutten. Jan, veel succes vanmiddag. Dankjewel. Voorzitter van Jasmin Ramings, niet zomaar iemand natuurlijk, Jaap de Graaf, daar gaat hij. Hij is 8 jaar, ijzingwekkend snel, de linksvoor van de F2 van IJsselmeervogels. Op Marvin Straven, de doelman af van Jonan Boys, weet hij te scoren? Nog niet helemaal. En hij scoort. Thank you.
veld gaat met nummer 5 van Jodenbos, Mark Veerman. We wensen Mark al het goede toe. Hoop dat je snel herstelt. En wat? Wij schrijven de 38e minuut 0-1 in het voordeel van Jodenbos. Doelpunt nummer 10, Kees Graafland. Wordt het 0-2 door een doelpunt van nummer 7, Gino Mulder. Come on!
En vlak voor tijd wordt het 0-3 voor Jonah Bosch door nummer 7, Gino Mulder. En met dank aan scheidsrechter Dubbelt hoorde u het laatste fluitsignaal. En er werd 0-3 in het voordeel van Jonah Bosch uit. Arnoud van Toor, eerste wedstrijd na de winterstop. En we mogen wel spreken van een debacle. Ja, ik denk dat dit enorm teleurstellend is. Voor jullie, maar ook voor de supporters. Ik denk voor de hele club. Wil je nog wat, dan moet je vandaag winnen. Helemaal gezien het programma had je hele goede zaken kunnen doen. Maar achteraf, ja... Denk ik keiharde cijfers, 0-3. Ja, en het ging op alle fronten, kunnen we stellen, ging het wel fout vanmiddag. Op alle fronten stond iemand van Jordan die beter was. Nou ja, beter vandaag verder. Misschien wel. Ik bedoel, in principe mag het nooit aan de instelling liggen. En ik denk dat we nog redelijk beginnen, maar na die 1-0 laten we denk ik afweten. En ja, valt die 2-0, waardoor het nog weer een stuk moeilijker wordt. Ja, dan hoop je vlak naar rust een snelle goal te maken, dat je die aansluiting kan pakken en er nog een wedstrijd van kan maken. Maar goed, ik denk dat we ook in de tweede helft weinig gecreëerd hebben om er nog een wedstrijd van te maken. Ja, je hebt heel weinig kansen gecreëerd. Je begint over het moment dat aan de 1-0, maar tot aan de 1-0 heeft IJsselmeer toch eigenlijk nooit een wedstrijd onder controle gehad. Nou ja, ik weet niet in hoeveelste minuut de 1-0 precies viel. Dat het daarvoor ook nog niet helemaal goed was, dat is ook zo. Ik bedoel, daarvoor hebben we ook weinig nog kans gecreëerd en wel getracht te voetballen. Maar goed, dat was ook niet goed. Moet je niet constateren dat het spel wat IJsselmeer voor ons graag speelt, dat Jonah Bosch dat vanmiddag speelde en dat perfect uitspeelde en dat wij daar niet mee om weten te gaan? Nou ja, kijk, er wordt van ons verwacht dat wij het spel maken en Jonah Bosch komt, die heeft niks te verliezen natuurlijk. Dus wat dat betreft denk ik dat dat niet te vergelijken is. Druk lag natuurlijk volledig bij ons. Willen wij er nog wat van maken, dan moet je deze pot winnen. En in principe kunnen zij vrijuit voetballen. Maar wat we hebben laten zien, je hoopt die goede lijn voor de winterstop weer op te pakken. En dat hebben we vandaag niet kunnen doen. En dat is gewoon heel teleurstellend. Ja, hoe moet het nu verder? We hebben nog 13 wedstrijden te gaan. Nou, er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan. Als ploeg moeten we proberen gewoon elke wedstrijd gewoon het maximale weer blijven geven. Maar... wil je nog wat, ja, dan had je hem vandaag moeten winnen. En voorlopig zitten we wat dat betreft gewoon weer in de wachtkamer. Ja, maar hoe kom je hier doorheen? Wat is nou de oplossing? Ja, de oplossing is gewoon met z'n allen kaart blijven werken en elke wedstrijd er weer vol voor gaan. Ik bedoel, we kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten, maar daar schieten we natuurlijk ook niks mee op. Arnoud van Toorn, dankjewel. Ja, graag gedaan. Voor de wedstrijd gaf je naar mij aan dat de belangrijkste les was van de trainingskamp. Van, we weten dat we goed kunnen voetballen. Maar we zullen met een wat andere instellingen het veld in moeten. Op die laatste, blijkbaar is de les niet goed aangekomen bij de spelers. Bijna profetische woorden geweest. Nee, het was nogmaals, ik vind dat we als zoveel spelers niet goed in de wedstrijd zitten en hun taken niet goed uitvoeren, verdedigend en aanvallend. Ja, dan hebben we ons niet goed ingesteld op deze wedstrijd en op deze tegenstander. En dat kunnen we onszelf verwijten. Wat had er dan anders moeten in de trainingskamp om het toch zo te krijgen dat het niet zou gebeuren vanmiddag? Nou, ik denk niet dat het aan een trainingskamp ligt. Dat ligt, want we hebben hier ook nog gewoon getraind. Dus en iedereen, nogmaals, tussen zeggen dat je scherp bent en dat je heel graag wil winnen en dat je een goed gevoel hebt en tussen dat laten zien op het veld, ja, daar zit verschil tussen. Je moet het altijd doen. En wat dat betreft hebben we dat vanmiddag absoluut niet gedaan. Voor de wedstrijd hebben we het ook gehad over de rol van Mike van der Laar, dat hij vooral zou moeten verdedigen. Hoe vind jij dat hij die rol heeft ingevuld vanmiddag? Nou ja, Mike wordt gewisseld na een uur. En dat verdedigend heeft hij, had hij niet echt een directe tegenstander. Het verdedigende gedeelte ging wel, hoewel hij ook bij de tweede goal die vanaf die kant ontstond geen goede rol had. Maar er waren er wel een paar meer van. Maar met name opbouwend viel het tegen. Hè. Veel balverlies, slordig in de passing, te snel de lange bal. Ja, en dan ga je op een gegeven moment wat anders proberen in de wedstrijd.